De Motorpodcast. Je had meer dan een dipje. Ja, ik had in 2020 voelde ik een knobbeltje bij op mijn teelbal. En toen bleek ik teelbalkanker te hebben. En toen ben ik daarvoor geholpen. Dat ging allemaal vrij snel. En alleen na een tijdje stond ik onder controle. En toen bleek het terug te zijn in mijn lymfe. En toen moest ik bestraald worden. En toen heeft het motorrijden heeft me daar wel mede doorheen gesleept. Ja. Want na een bestraling even een rondje op de motor of zo? Nee, ja, was het maar zo'n feest, maar dat ging niet. Want ik was er behoorlijk beroerd van. Maar voor mij was zeker die bestraling, als dat dan begint, dan kom je daar aan in die ruimte. En dan moet je naar de apparaat toe. En dan lig je daar en dan lig je best wel even een tijdje. Want ze moeten je goed leggen en alles moet kloppen. En dan lig je te wachten tot die bestralingen zijn. En op een gegeven moment werd ik daar best wel gek van. Want ik hou niet zo van stilzitten. Dus toen op een gegeven moment ging ik denken van, nou, tijdens het omkleden, ik trek nu mijn motorpak aan. En ik ging daar liggen en ik sloot mijn ogen en ik stapte op de motor. En zo heb ik die bestraling eigenlijk doorstaan. Door gewoon het gevoel te hebben van, ik ben nou aan het motorrijden. En daarna, als ik dan thuis kwam, dan was ik het boek van de AMB met alle routes of filmpjes op YouTube aan het kijken en routes zelf aan het maken. En dat heeft mij geholpen om wel echt die klote periode wel te doorstaan. Ja. Ja. Wanneer ben je dan voor het eerst weer echt opgestapt na die behandeling? Hoe snel ging dat? Ik heb in februari de bestralingen gehad. En toen hadden wij een motorweekend gepland voor april. Achteraf was het misschien iets te kort erop, omdat ik was toch echt wel kapot na die dag rijden, zeg maar. Maar dat was wel weer het moment dat ik echt weer aan het rijden was, ja. En dat was echt dat moment dat ik toen weer rondreed. En toen reden we in België langs het water. En dan kijk ik in mijn spiegel en zag ik mijn zus, mijn zwager, zijn ouders, mijn ouders zag ik rijden. En dat was zo'n prachtig mooi moment dat ik denk, ja, weet je, er is zoveel meer in het leven. Je gezondheid is het belangrijkste goed. En toen reed ik ook echt wel even met tranen in mijn ogen reed ik rond daar, ja. Ja, dat kan me wel wat bevoorstellen, ja. Ja, dat was heel heftig en het was best wel zwaar. Zeker ook omdat ik kreeg te horen in november van, joh, het is waarschijnlijk terug. We weten het niet zeker. Ik had controle gehad en toen was letterlijk het bericht, we hebben iets gezien, maar we weten niet wat. Toen mocht ik naar huis. Toen zei ze, ja, kom in januari maar terug, dan kijken we verder. En toen kwam in december mijn schoonvader te overlijden plotseling. Dus ja, thuis was de spanning was al behoorlijk. Een vriendin die natuurlijk in alle behoorlijk overstuur was. En toen was het in januari, meneer, het is inderdaad terug. We moeten gaan bestralen. En toen zijn we in februari, de hele maand februari, hebben die bestralingen gehad. Wat doet een bestraling met je? Ja, dat is eigenlijk voor iedereen ook weer anders. De ene heeft er helemaal geen last van. En de andere die wordt er heel ziek van. Ook afhankelijk welk deel ze bestralen. Bij mij was het mijn romp. Dus ik werd heel erg misselijk. Ik heb heel veel last gehad van mijn darmen. Het zat in je romp. Ze hebben je romp bestraald omdat daar je lymfe zit. Daar zit mijn Voor de mensen die denken, daar zit je teelbal niet. Maar dat is vanwege de lymfe. Nee, en die teelballen, die zit uiteraard lager. Maar het is wel een logisch gevolg van teelbalkanker. Omdat het daar, zeg maar, als baby zijnde ontstaan daar je teelballen. En die dalen dan in. En daarom is het met elkaar verbonden. En daarom is het ook een logische dat het daar in je lymfe terugkeert. En vandaar dat het terug was. En daar bestralen is dus heel pittig. Ja, voor mij wel. Ik reageerde er best heftig op. En ik was best wel beroerd toen ik de eerste bestraling ook thuis kwam. Mede de spanningen, denk ik nog steeds. Maar ook gewoon het bestralen zelf. Ik was heel misselijk. Ik heb heel veel moeten overgeven. Zo erg op een gegeven moment dat mijn vriendin zei, joh, ik ga de dokter bellen, want dit is niet normaal. Ik viel ook kilo's tegelijk af. Overgeven, diarree, alles. Ik kon niks binnenhouden, dus het ging vrij vlot. Maar dat was heel erg zwaar. En het deed me ook lastig. Wanneer ben je afgestapt toen je het effect merkte van die bestraling? Daarvoor reed je nog wel? Nou, het was januari. Toen reed ik wel om mijn hoofd leeg te maken. Maar het was winter, dus de tijd was al niet heel erg lekker wat dat betreft. Maar ik heb tijdens die bestralingen niet gereden. Nee. Hey, en werkt het dan bij jou? Om je hoofd leegmaken, lukt je dat echt op de motor? Ja, absoluut. Zeker in de tijd, zeg maar, van de eerste keer dat het had, tot de keer dat ze het nog een keer constateerden. Ja, dan gaat er in je hoofd gaat er echt wel het aantal dingen malen. Heb je regelmatig het gevoel van, ja, is het wel echt weg? En was het dit inderdaad wel? Want het ging zo snel. Wat ik zeg, ik ging op zondagavond voelde ik het. Maandag ben ik naar de huisarts gegaan. En vervolgens ben ik dinsdag in het ziekenhuis geweest. Woensdag geopereerd. En donderdag mocht ik weer naar huis. En toen was het klaar. Ja.
En zo snel gaat dat. En dan heb je eigenlijk nog niet de reden, nog niet door om te bevatten wat er gebeurd is. Ik had die dinsdag, ik was naar het ziekenhuis. En toen ging het zo snel achter elkaar. Zie je in één keer heel veel artsen tegelijk. Ik weet ook nog wel van die dag dat ik op een gegeven moment een vraag kreeg van een arts. En dat ik zei, weet ik veel. Ik zeg, vanmorgen kwam ik binnen, ben ik gezond. En morgen sta je me open omdat ik kanker heb. De Motorpodcast. Luister deze aflevering helemaal in je favoriete podcast app. Of via demotorpodcast.nl. De Motorpodcast.